René Haken, je hebt zo net je eerste echte training geleden. Ken je alle spelersnamen onderhand? Ja, ik moet zeggen, toen vanmorgen alles gingen indelen, toen was het nog wel even zoeken met de afkortingen van wie nu wie was. Maar volgens mij is met de indeling van de partij is goed gekomen. Dus niemand vergeten. Dus dat vind ik wel prettig. Ja. Zo lullig zijn. Ja, ik denk dat gisteravond nog best lang een werkdag is geweest voor jou. Je moet ook nu beelden kijken van Go Ahead Eagles. Wat weet jij van die ploeg? Ja, dat is zeker een lange werkdag. Maar vooral doordat je veel nieuwe indrukken opdoet. Nieuwe mensen leert kennen. En natuurlijk voor het eerst bij de club bent. Nou ja, dan heb je natuurlijk de gelukkige omstandigheid dat je een staf om je heen hebt die natuurlijk al veel meer weten van de Jupiler League als ik. Dus in dit geval Sipke, die heeft gewoon de normale voorbereiding gedaan wat hij normaal ook zou doen voor Go Ahead. En hij heeft mij op de hoogte gebracht van hoe zij naar Go Ahead kijken. En daar hebben zij gewoon aan de groep gepresenteerd. En dat is prima zo. Dus ik heb een indruk van hun gekregen. En uiteindelijk zal het morgen in de wedstrijd duidelijk zijn of wij daar een goed strijdplan tegenover kunnen zetten. Ja, het is erg kort richting Go Ahead sinds jouw aanstelling. Laat je dan deze week ook nog veel over aan je assistenten? Ja, tuurlijk. Maar ik ben ook wel iemand die dat ook na de tijd ook wel zal doen. Want uiteindelijk zijn er gewoon collega-trainers die hun vak ook goed verstaan. En dat zal wel gek zijn als ik daar geen gebruik van maak. Volgende week wacht er MPV en twee thuiswedstrijden gelijk achter elkaar. Hoe denk je dat die ontvangst morgen is hier van de fans? Ja, de fans kennende, zullen ze vol achter de ploeg gaan staan. En dat is denk ik hartstikke belangrijk. En wij moeten ervoor zorgen dat ze dat ook blijven doen. Door datgene te brengen wat het publiek verwacht. Dus er is veel strijd. Zoveel mogelijk naar voren proberen te voetballen. En de tegenstander onze wil opleggen. Dat is waar Cambuur voor staat. En zoals ik het zelf ook altijd heb ervaren om hier te spelen. En dat is aan ons de schone taak om dat morgen ook te laten zien. Is iedereen redelijk fit uit de wedstrijd tegen FC Twente van afgelopen dinsdag gekomen? Ja, behalve natuurlijk Roberta, die natuurlijk langere tijd eruit is. En de jongens die nou al geblesseerd waren voor die tijd. En is iedereen toch goed eruit gekomen. Ze hebben allemaal kunnen trainen vandaag. Alleen moet nog even slag om de arm houden. Mochten er nog kleine pijntjes zijn waar we zeggen van nou, misschien moeten we toch andere keuzes maken richting het opstellen van. Maar dat gaan we vanmiddag bespreken. Ja, je krijgt twee nieuwe spelers erbij, Daniel Crowley en Kenny Thijssen. Wat is jouw eerste indruk van hen? Ja, nou ja, Crowley die heeft natuurlijk gewoon zijn normale ritme gehad bij Willem II. En je ziet in die jongen dat hij graag de bal wil hebben. En daar ook in staat is om goede dingen mee te doen. En Thijssen is natuurlijk een hele andere type speler. Verdediger, fysiek sterk. Ja, kan ook de nodige power met zich meebrengen. Maar dat zal allemaal nog moeten groeien. Kijk, die jongens waren vandaag voor het eerst op veld bij de groep. Dus ja, daar kun je nog niet veel van zeggen. En Thijssen is er natuurlijk nog langer uit geweest. Dus die zal morgen ook nog niet bij de selectie aansluiten. Maar dat kan richting volgende week kan het allemaal gewoon verder groeien. Ja. Crowley gaat wel meteen aansluiten bij de selectie dus. Gaat hij morgen ook starten? Dat wat ik net zei, daar gaan we het nog over hebben. Dat ligt ook aan of iedereen goed eruit gekomen is. En ook het verantwoord is dat jongens starten. Want als jongens starten, zullen ze toch minimaal een uur 25 minuten moeten kunnen voetballen. En daar moeten we gewoon goede afwegingen maken. En Crowley is ook een van de afwegingen. Maar goed, normaal gesproken, als je nog maar net één keer met een groep hebt getraind, dan denk ik dat het ook wel verstandig kan zijn om daarmee te wachten.